Aanstaande vrijdag 8 mei. Kom allemaal naar de toekomst. Jong Ajax, jong Liverpool. Kaarten 10 euro. De opbrengst die gaat naar Right to Play. Kijk voor meer informatie www.ajax.nl. Kom maar eens. Dat is goed. Simon Tamata vertrekt binnenkort voor 5 jaar naar Saoedi-Arabië om daar zijn werk als techniektrainer voor te zetten. De ooit supersnelle linksbuiten bereidt zich langzaam maar zeker voor op een nieuw avontuur. Niet zo gekje voor mezelf even helpen. Dat is een maasje, ik zal even helpen. Ik kom zij even helpen, misschien help even. Nee, ja. Het is in 1972 volgens mij. Koop Fruis, man. Hartstikke werk. Je zit er heel bescheiden bij, hè? Ja, maar ik was eigenlijk een boertje uit Tiel, hè. Ik kwam in een grote stad, bij Ajax kwam ik voetballen. En dan word je behandeld als boertje van buiten. Je moet eerst laten zien dat je kan voetballen. Dat is voor je geaccepteerd. Kom maar, ga maar. Techniektraining en Taamata, dat waren twee begrippen die aan elkaar, met elkaar verbonden waren. Ga je het missen allemaal hier? Ik ga het niet. Nou, ik zal de omgeving wel missen. Maar wat ik ga doen daar aan de andere kant van de wereld, noem je dat dan. Dat is hetzelfde. Ik ga weer met kinderen om en ik ga die kinderen beter maken. Het is allemaal hetzelfde, alleen maar goed. Dit heb ik dan weer niet. Dit heb ik dan weer niet. Maar het is een keuze die je maakt in het leven. En oké, ik heb ervoor gekozen. En ik ga er ook voor. Alles in met je goede been. Maar wat moeten we nou zijn dan? Zandvoort. Nee, het is Europa, zie ik, maar overige werelddelen. Je moet toch een beetje kunnen zien waar we moeten zijn, of niet? Midden-Oosten. In de oosten moeten we zitten. We zitten er vlakbij. Ja. Saoedi-Arabië. Riyadh is hier, dan ligt hier. Mag wel een hond erbij halen. Jeddah, wat is Jeddah? Het staat niet eens op de kaart, joh. Bestaat het wel waar je naartoe gaat? Het bestaat niet eens, man. Wacht even. Hier, joh. Kijk, hier ligt Jeddah. Ja. Hier ligt Jeddah. Hier hebben de jongens nog gezwommen, hier in het Rode Zee. Hier ga ik staan. De overgrond Sudan, Ethiopië, Egypte. Ja. Ja. Goed uit. Lekker veel groen. Je wreef. Je buitenkant. Je binnenkant. Welke beweging vond jij nou het leukste om de jonge jongens te leren? Ja, de schaar is natuurlijk. Het is ook, kijk, dit is ook wel aardig. Dit is van Johan Cruijff, dit is ook wel aardig hoor. Dit zijn dingen die je altijd gebruikt. Dus ook van dit. Dat is er ook. Of de overstap. Dat zijn allemaal basisdingen die. Ik zeg het nogmaals, het is geen geheim. Tamata met Schepers. Tamata. En nu door de benen heen, Arnezen. De plek waar je nu staat, daar heb jij waarschijnlijk je mooiste goal gemaakt voor Ajax. Op zo'n positie, ja, maar het was in de meer, hè. Het is niet een beetje plek. Ja, ik denk zoiets, ja. De bal die wordt eigenlijk weggewerkt, die komt rollend op me af. En ik gewoon half wrijf binnenkantje over Van Beveren. Ik vond die eerste mooie hoor. Het is een kwestie de bal goed raken, ook op gevoel. Maar die voorzet van Frank bij die eerste, in de loop, dropkick pakken. Dat is mooier denk ik dan deze. Richting Tamata. Schitterend. Schitterend doelpunt voor Ajax. Schoorheid. Ik wil altijd voetbal, ik wil altijd spelen. Zelfs als ik met Lucky Ajax speel en ik zit op de bank en zeg, wat zegt u? Dan ga ik naar huis.
Nee, ik wil altijd spelen. Simon vertrekt binnenkort naar Saoedi-Arabië. Wat moeten jullie, Lucky Ajax en de klassieke veteranen, zonder Simon Tahamata? Ja, daar heb ik lang over nagedacht. Maar ik denk dat ik hem een aantal keren terughaal. Er moet de reis maar betaald worden. Want ik kan hem niet missen. Betaald door de sheik? Door de sheik en ik ben zelf de sheik. Sheik is de sheik van... Sheik van Lucky Ajax. Hij is de prins, hè? De prins. We hebben een koninkrijk, hè? Jullie hebben een beetje een verkeerd beeld van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is een koninkrijk. Simon, we hebben geen sjaaks. Simon laat ons niet los. Nee. Dat kan niet. Maar, dus we gaan gewoon door met Simon. Door. Blijf mijn vriend. Hij is 52, hij heeft nog een fabelachtige techniek. En dat is juist wat de jongens van de jeugd van Ajax nodig hebben. Techniektraining. En dat kan hij als geen ander voordoen. Hij doet het gewoon allemaal naar voren. Misschien een iets lager tempo. Je gaat in de tweede helft, je liep een beetje in die zandbak, want de schaar was geweldig, maar je versnelling is eruit. Hebben wij geld ingezameld? Het is een ongelooflijk cadeau geworden, je wil niet. Heel lange reis geweest, maar we hebben het gevonden. Want het ging om je maat. Nee, het ging om je maat. Kleurboek. Ja. We hebben wel het idee dat je het aan moet doen. Dit is mooi hoor. En aantrek, even passen. Goeie maten. Frank, heel veel. Frank, wij doen werk. Frank ziet dronen elke dag zo. Er zit ook een reis bij Dubai aan vast hoor. Ja. Niet struikelen, Rick. Let's see here. Wat is dit nou? Simon, kom. Kom, Simon. Dit wordt mijn zondagse prak. Zo traag. En dan gaat dit eroverheen. Deze moet eigenlijk zo gaan staan. Dan heb ik mijn zonnebril op. Ik mis nog mijn Raven zonnebril. Maar zo moet het eigenlijk nou even staan. Maar ja, oké. Leuk. Mooi cadeautje. Ja, past op. Ja, heel fijn. Ja. Dus heb ik deze al. Mijn afzet al genomen met de klassieke veteranen. Hoewel, volgende week weer de wedstrijd. Ik denk dat ik het toch wel pas. Afzet is afschaaf. Moet nooit terugkomen. Dankjewel, joh. Thank you.